Hey, Bart Valken hier en welkom bij mijn mega-blended training serie video nummer 63. Met in deze video een korte, ik beloof het een korte, maar onmisbare tip over het plaatsen van je camera's. En hoe je die in je 3D viewport kan plaatsen. Dat weet je heus wel. Maar hey, je kan ook veel meer camera's erin gooien. En switchen van die ene camera naar de andere in de tijdlijn. En op die manier dus al je complete shots maken in Blender zelf. Super handig, mis het niet. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken... en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Yes, yeah, als beloofd een heel kort rijtje. Hé, hey, één shot... Is één camera. En die kan je vastzetten in de tijdlijn met Ctrl-B. Ik ga het je nu laten zien. Ik heb hier de mega animatie van de tekening van mijn zoontje Chris. En die denkt, waar zijn de camera's gebleven? Nou, die zitten hier in de collectie. Je mag wel even de collectie aanzetten. En dit zijn alle camera's, tenminste, alle camera-controls. Want de meeste camera's, nou bijna allemaal, eigenlijk allemaal zitten, aan een empty vast. Zodat als die camera dus beweegt, dan is hij altijd gefocust. Op dat uh, MT. Nou, anyways, ik, uh, daar ging ik het helemaal niet over hebben. Hier zijn al die camera's. En er zijn er nogal veel. Volgens mij een stuk of uh, 44 of zo. Nou, en elk shot is één camera. Nou, het ziet er wel een beetje rommelig uit met al die lijntjes en die camera's en zo. Ik weet het. Maar gelukkig kun je dus met één druk op de knop ze ook weer uitzetten als ze een beetje in de weg zitten. Maar ik vind het een hele fijne manier van werken. Dat je inblenden, dus de animatie kan maken. En dus ook al kan switchen van de ene camera naar de andere camera. En op die manier al je shots. Want stel je voor dat je elk shot een apart blende project moet zijn. Dus dan heb je, nou in dit geval uh, bestaat deze animatie uit 44 shots. Heb ik 44 blende projecten of zo? Of dan moet ik dat 44 keer op render drukken en dan al die 24 44, 44 losse filmpjes hier bij elkaar gaan editen? Nee. Niet handig. Gaan we niet doen. Nou. Um, eigenlijk is het heel simpel. Je hebt gewoon uh, één camera en die, het resultaat van die camera zie je dus in de 3D-view uh, uh, hier zo. En als ik even op uh, camera 1 selecteer, zo. En of zet camera 1, 2. Nou, in ieder geval deze camera. Die is dus op het uh, scheetmannetje uh, gericht. En die zie je dus uh, hier. Dit is dus de, die camera. En die uh, is dus hier. En die gaat dan naar de vrouw bleh, die het een beetje een vies scheetje vindt. Hé, hey, ja, mijn zoontje heeft de tekening gemaakt. Hè? Ik niet. Mag ik er ook over zeggen? Nou, dit is dus camera. De eerste camera. En die camera, die switst dan hier. Poenk. Over naar de volgende camera. De volgende camera en de volgende camera. En dat zie je dus terug uh, in. Ik hou niet van geel. Een uh, rood-groen. Zo, geel pijltje. Dat zie je dus terug in deze stippenlijntjes hier op de. Tijdlijn. Hier in het andere, wat simpelere project van de, de UFO-botsing heb ik ook twee camera's gezet. En dus ook twee shots. Het uh, filmpje van 12 uh, seconden bestaat maar uit twee shots. Dit is camera 1 en dat is camera nummer 2. Tenminste, heb ik ze dus eigenlijk fatsoenlijk het naam gegeven. Ik weet het niet. Um, F2, camera 1. <laughs> en hier: F2. En dan doe ik eventjes camera nummer 2. Zo, dan is er in ieder geval weer een logische naam gegeven. Nou, en die camera's, die switchen je dus hier. Dus in de eerste start je met camera nummer 1. En dan hier switcht je naar camera nummer 3. Nou, hoe zet je die dan vast in de na? Nou, iets met Ctrl-B, ik ga het je laten zien. Maar wat ik ook al even kan doen trouwens, om het nog beter te kunnen laten zien. Is shift rechts klik, doe ik hier Shift A. Doe ik hier eventjes uh, camera, gooi ik even een nieuwe camera erin. Ietsje dat groter kan je tenminste zien. Dus ik heb nu een uh, drie camera's erin gezet. En ik wil dat die, dus de camera 1, camera 2. En dit is dus camera nummer 3. Ik heb drie camera's erin gezet en ik wil dat die hier switcht van camera 2 naar 3. Let op, ik heb dus de camera geselecteerd. Ik ga met mijn muis boven de of de tijdlijn hangen of... De dope sheet, dat maakt niet uit. Maar dan druk je dus op ctrl-b. En als je dat doet, ctrl-b, dan zie je dus wat er gebeurt. Dan komt hij onder uh, camera 3 te staan. Dus hier zie je dus in de tijdlijn van de dope sheet of de tijdlijn zelf, camera 1, 2 en uh, 3. En je ziet dan ook zo'n uh, stippellijn. En dan zie je dus dat hij switcht van de 1 naar de camera. Dus camera 1, camera 2 en hier camera 3. 3. Nou, camera 3 ziet op dit moment uh, helemaal niks. Nou, misschien kunnen we daar nog even gauw wat aan veranderen. Misschien heel erg uitzoomen of zo. zo. Nou, zie je camera 1, 2 en dan hier 3. Nou, als je het hier ook ziet, zeg maar, je ziet nog heel veel buiten deze camera. Dat zie je ook in de material preview en ook in de rendered view, zeg maar. Hoe kun je dat aanpassen? Heb ik ook een keertje eerder laten zien. Maar in het properties panel... Hier heb je het object data tab, wat dan nu een icoontje van de camera is, omdat ik de camera 3 heb geselecteerd. Heb je een viewport display. En dan kun je hier pas per toe aanzetten. En dan hier instellen dat hij daar buitenom helemaal niks laat zien. En op die manier kan je dat dus uh, en heb je gewoon een mooi clean camera beeld. Dan ben je niet afgeleid door wat er nog in de rest van de 3D-wereld zit, maar alleen wat er binnen jouw kader uh, te zien is. Huh. Nou, misschien is het eigenlijk wel een verbetering trouwens. 3 shots. Jou. Nou, misschien wel. Misschien moet ik het dan nog weer een keertje gaan maken of zo. Dit was deze: dat die UFO dan naar beneden gaat, de aliens alle kanten op en die astronaut die kan op. Ah, misschien ga ik nog een keer maken. Ik weet het niet. <laughs> je hebt in ieder geval het idee te pakken. Eigenlijk kun je op die manier dus gewoon je camera binden met Ctrl B. Wil je ze nou nog een keer verplaatsen? Dat kan. Hieronder kun je, gewoon, uh, kun je ze gewoon oppakken. En met uh, links klik en sleep moet ik zeggen. Links klik, kan je er gewoon op klikken. <laughs> maar met links klik en sleep kan je ze gewoon uh, verplaatsen. Of met uh, G, dan zit het vast aan je muis. En met links klikken kun je dat bevestigen. Nou, de gewone standaard Blender verplaatst dingen truc, zeg maar. Je kan het ook gewoon slepen. En dan kan je op die manier dus aanpassen waar die camera switch moet uh, plaatsvinden. En op die manier kun je dus heel erg handig meerdere camera's plaatsen in Blender. En op die manier in één keer. Al jouw shots. Uh... Maken. Alright, camera's vastzetten in de tijdlijn dus met Ctrl-B. Op door naar de volgende video. Dat is een boekachtergrond video. Dus ook voor jou, want jij wil alles weten. <laughs> die gaat over animatie extra. Helemaal niks technisch, maar ik heb een hele toffe YouTube-playlist gevonden. En die gaat over de twaalf principes van animatie. Twaalf hele simpele voorbeeldjes over hoe jij jouw animatie van oh, oké okay, tot super vet kan maken. En die playlist is wel in het Engels, eh, maar ik heb ook een Nederlandstalig artikel vonden over dezelfde 12 handige tips. Dus ik zie je bij de volgende video. Maak iets.